Mooi jongen, het ochtendzonnetje. Dit keer beter, ja. Kijk eens, mensen. We hebben een mooie spiegelkap. Ik denk een kilootje of 10, 12. Kijk. Zijn we toch eens bezig, hè? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Kijk, ijskoude kaper. Maar we hebben weer eentje. Lekker man. Lekker man. Even fotootjes. Helemaal de hoeken. Hier nee, op. Hij zit echt in de rechtse. Ja, ik vind dat kerstig. Hier, Dennis. Kijk, ik was zo enthousiast. Kijk, ik kan het niet beter hebben neergelegd dan nu. Daar is hij, de Dennis. Hey Dennis, hey. Wat was het net? Waar moest je de boot in? Visjes. Visjes? Oh, wat hebben we hier dan? Een mooi spiegeltje. Een mooi spiegeltje. Kilootje 7, 8. Hoeveel is dit Dennis? Nummertje 5. Nummertje 5 alweer. Zo. Mooie kleuren. Mooie kleuren, echt winter. Hier is jullie. Echt prachtig. Echt mooi schubjes. Dus hier die spiegeltjes. Ja. Kijk, we zijn bij de release van onze mooie vis. Mooi spiegeltje van 7 kilo. Kijk. Welkom allemaal bij Fishing Adventures. Dennis, ja? Wat is er gebeurd? Mooi visje. We hebben een super mooi visje gevangen. Hoe zwaar was die? 23,2 kilo. Mijn PR. Zo, kijk dit dan. Non de human. Wat een vis. Is niet normaal. Kijk. Pff, zie dit dan. Wat een pens. Wat een kanon van een vis. Oh, man, zie dit dan. Wajo. Oh my god. Hoppakee. Ja, dat moesten we doen, hè. Als je wil, zou me niet verbazen als we dadelijk weer beet krijgen. Nee.
Ja. Dus kijk hoeveel dit akkertje is. Dat hoop ik ook. Yes. Ja, nou kan ik hem echt goed leggen. Beter dan gisteren met al die golven. Hij ligt wel lekker, Dennis. Ja. Nou, niet echt gekeken. Ik zag wel iets. Ik heb niet zoveel gevoerd, een beetje kruim nog eromheen, maar... Welkom allemaal. We zijn, hebben nacht 6 hebben overleefd. Het heeft een beetje gevroren. Niet heel veel. Maar goed. Wekkertjes gezet. We zijn er alle twee om 6 uur uitgegaan om de laatste hengel nog zo goed mogelijk te leggen. Zodat we nog wel een 20 kilo vis erbij kunnen vangen of een visje. Ja, voor 3 uur moeten we opruimen. Moeten we verkassen naar stek 11. Ja, ik wil zin in. Kijk, Dennis. Wat hebben we hier, Dennis? Nummertje 9. Nummertje 9. Mooi uitzetspiegeltje. Heel mooi uitzetspiegeltje. Heel mooi en mooi. Je hoort later nog een dikke, jongen. Hier is een pentje. Ja, ik denk op een paar jaar 15 kilo. Ja. Hij filmt al. Ja, hij loopt. Het staat ervoor, Remco. Ja, het staat eigenlijk best wel slecht voor. Wat gaat er gebeuren dan? Ik krijg een emmertje omdat ik mijn PR heb gevonden. Oh, hij filmt. Shit, hij filmt niet. Hoe is dat nou, Remco? Ja, dat voelt best goed. En waarom krijg je hem? Omdat ik mijn PR 23-2 heb gevangen bij Fishing Adventures. Ik heb hem uitgesteld. Omdat het gisteren echt koud was, maar vandaag nog steeds koud, maar mannen pakken hem. Het moet. Lekker man. Goedemorgen. Goedemorgen, zonneschijn. Hoe is het, Dennis? Je weet niet wat het Oh. Hebben we vannacht nog iets gevangen? Ik heb geen idee, anders ben ik er niet. Nou, ik zou zeggen helemaal niks. Hoe is de kater, Remke? Verschrikkelijk. Ik heb net 2 paracetamols moeten nemen. Ik kan het beter jou filmen, ik heb nergens last van. Nee, mijn gezicht moet nou niet over op de camera komen. Het einde is in zicht. We zijn bezig met de laatste spulletjes aan het opruimen. We hebben in totaal 7 dagen hier mogen vissen, 7 nachten. Super mooi water, kijk eens. Gewoon 40 hectare, jongen. Diep, mooie vis erop, van alles. Echt prachtig. In totaal hebben we denk ik 11 runs gehad. 10 hebben we er gevangen. Zwaarste 22-3. Echt allemaal kei mooie uitzetspiegeltjes. Wij komen hier vaker terug. Heb je nog iets te zeggen voor de kijkers? Dennis? Niet veel. Niet veel? Mooi water. Is goed. Laters.